Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag cryptobank Silvergate en twee andere belangrijke Amerikaanse banken gingen deze week ten onder. Wat zijn de gevolgen voor de financiële markten en komt de toekomst van de Amerikaanse cryptosector in gevaar? Aflevering 263 van de Cryptocast met nu een half uur cryptonieuws op de radio. Daarna door als podcast over mining in Zuid-Amerika met onze gast Nico Smit, oprichter van Digital Mining Solutions. Welkom. Dankjewel. En mijn co-host is Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Ook welkom. Hi. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Dat zagen we deze week maar weer. Vorige week hadden we het in deze uitzending nog over een mogelijk faillissement van cryptobank Silvergate. Silvergate heeft de eer aan zichzelf gehouden en heeft zichzelf opgeheven. Deze week gingen ook twee nog veel grotere Amerikaanse banken kopje onder, Silicon Valley Bank en Signature Bank. Ja Bert, dat zijn relatief grote banken, die gaan zomaar failliet. Gaan ze eigenlijk wel failliet of gebeurt er eigenlijk wat anders? Want Silvergate heeft gewoon zijn activiteiten beëindigd. Hè? Dat was geen faillissement volgens mij. Nee, dat klopt. De Silvergate die heeft vrijwillige liquidatie, noemen ze dat. Mm. Dus met andere woorden, het geld wat ze van anderen in beheer hebben, gaan ze teruggeven. Ja. En aan de andere kant heb je bezittingen, leningen die ze bezitten. En die gaan ze. En iedereen kon zijn geld ook gewoon terugkrijgen. Dus dat kon blijkbaar nog. En alleen die andere twee, die zijn niet vrijwillig gestopt, maar gedwongen doordat overheidsinstanties daar ingrepen. En de aandeelhouders die hebben ook pech. Dus wat dat betreft is dat vergelijkbaar. Alleen de rekeninghouders daar die krijgen al hun deposito's. Ja. Die houden ze gewoon. Maar dat is toch ook weer net iets anders dan een faillissement? Ja, het is ook wel net iets anders dan een faillissement. Het is eigenlijk een onvrijwillige liquidatie, zou je kunnen zeggen. Ja. Oké, wonderlijk. Waarom heeft de Amerikaanse regering dat gedaan? Of de toezichthouder dat gedaan? Ja, misschien moeten we even hebben over wat er nou precies aan de hand is met die banken. Want bij alle drie de banken liggen zeg maar aan de problemen hetzelfde mechanisme ten grondslag. Ja. Hoewel de omstandigheden natuurlijk heel specifiek zijn per bank. Het heeft te maken met de rente. Hè? Ja, het heeft te maken met de rente. En het heeft ermee te maken dat er in 2020, 2021 heel veel geld naar die banken toestroomde. Dus mensen zetten geld op de bank. Bijvoorbeeld bij de Silicon Valley Bank nam het totaal toe van 62 naar 189 miljard dollar in die twee jaar. Verdrievoudigd. Ja, dat is natuurlijk ontzettend veel. En om daar rendement op te maken, die banken, kochten ze iets in de veiligste categorie van beleggingen, namelijk obligaties. Zowel staatsobligaties als mortgage-backed securities. Dat zijn obligaties die met hypotheken te maken hebben. Ja, denk je heel veilig. Ja, denk je heel veilig, maar wel lange looptijd. Dat is belangrijk. In 2022 liep die rente heel snel op, hè, vanwege het monetair beleid van de Fed. Een paar keer 0,75 procentpunt. En dat liep dan 4% hoger. En wat er dan gebeurt als de rente stijgt, is dat de waarde van obligaties die daalt. En daarbij is belangrijk om te weten hoe langer de looptijd is, hoe sterker dat effect van die waardedaling is. Nou, dat is een papieren verlies waar je pas last van hebt op het moment dat je ze verkoopt. Ja, want stel als je dat niet doet, krijg je aan het eind van de looptijd gewoon je geld. Exact. Dus als je ze het helemaal tot aan het einde houdt, het einde looptijd, dan is er geen probleem. Maar als je ze onderweg moet verkopen, dan heb je wel een probleem. En dat is wat er dus gebeurde bij zowel SVB als Silvergate. Namelijk dat rekeninghouders gingen hun geld opnemen. Of in het geval van Silicon Valley Bank was er ook gewoon veel uitstroom. Omdat er heel veel start-ups waren die gewoon veel geld verbranden aan salaris en dat soort dingen. Dus het geld ging weg. En op een gegeven moment moesten ze die obligaties verkopen tegen verlies. Zoveel dat ze op een gegeven moment al voor zo zoveel tientallen miljarden aan die obligatie moesten verkopen. Ze hadden al 2 miljard verlies daarop gemaakt. Toen kwamen ze op het punt dat ze zeiden tegen de aandeelhouders, joh, jullie moeten geld bijstorten of we moeten aandelen uitgeven. Ja, en dat was het punt dat iedereen zei van moeten we zenuwachtig worden? Nou, een oproep, haal je geld weg. Toen is er uiteindelijk vorige week in 2 dagen tijd 40 miljard weggehaald. Nou ja, moet je dus weer meer obligaties verkopen, weer meer verlies maken, dan kom je in een negatieve spiraal. En dat noemen we dan een bankrun. En dat is wat bij SVB gebeurde. En in dit weekend hebben ze besloten, heb je natuurlijk 2 dagjes even de tijd. Oké, we gaan ingrijpen. Want het stond namelijk op het punt om zich te verspreiden naar andere banken. Dat was mijn eerste reactie, obligaties, hypotheken, wel lekker veilig. Maar was dat dan toch een stommiteit van die banken om daarvoor te kiezen, gezien die lange looptijd en de ontwikkeling van de rente? Ja, er zijn een paar dingen aan de hand. Dus er zijn best wel wat banken die een grotere diversificatie hebben dan alleen maar die obligaties. Bijvoorbeeld ook allerlei bedrijfsleningen, die hebben een kortere looptijd, waardoor het minder een probleem is. Je zou kunnen zeggen want ze hadden dat renterisico moeten afdekken. Er zitten ook weer allerlei technische redenen waardoor dat weer lastig was in hun geval, omdat
dat ze namelijk een bepaalde categorie hadden gekozen om dit onder te positioneren waar je dat niet mocht, hedgen. Maar goed, ja, er waren wel allerlei mogelijkheden geweest om dit niet zo'n probleem te laten worden. Dat klopt. Ja, ja. Nico, jij houdt je bezig met mining. Ja. Raakt dit jou op een of andere manier, beschikbaarheid van geld of bij je eigen geld kunnen? Nou, mijzelf niet en ook geen klanten in mijn directe kring, zeg maar. Ik zag wel dat een van de publieke miners, Marathon, die heeft wel geld bij Signature Bank. Maar die hadden wel gewoon toegang tot hun fondsen, zeiden ze. Maar ik denk in het algemeen, we zitten in een bear market nog steeds. En de toegang tot financiering is al lastig. Dus ja, dit helpt niet bij het verkrijgen van nieuwe financiering. Nee, dat is helder. Bert, Silvergate was gespecialiseerd in crypto. Die anderen hadden redelijk wat crypto-klanten. Niet 100%, maar ze waren erbij. Is de crypto-sector nou al zijn banken meteen kwijt? Ja, dat idee krijg je wel als je het op Twitter een beetje volgt. Hè? Want er waren best wel wat mensen die ook zeiden van nu zijn we unbanked en nu zijn Amerikaanse bedrijven helemaal afgesloten. Unbanking the bank. Ja, het ligt gelukkig wel wat genuanceerder. Dus zeker de grote cryptopartijen, hè, zoals Coinbase en Kraken, die hebben gewoon rekeningen bij grote banken. Ja, hè, JP Morgan, Citibank. Ja, en heel veel kleine cryptopartijen die hebben nog bij allerlei andere banken ook rekeningen. Er zijn nog zo'n 10 banken die ook wel voor veel crypto bedrijven dingen doen. Dus het is gelukkig niet zo dat er nu helemaal niks meer is. Alleen bijvoorbeeld Silvergate, en dat geldt voor Signature ook, die hadden ook heel gespecialiseerde diensten voor cryptobedrijven opgetuigd. Je hebt bijvoorbeeld bij Silvergate een bepaald, het Silvergate Exchange Network heette dat, waarbij ik geloof een duizendtal bedrijven aangesloten was, waaronder de exchanges, maar ook allerlei fondsen en dergelijke, waarbij je 24/7 geld kon uitwisselen. Onderling betalen. Ja, dat kennen wij in Nederland natuurlijk ook met direct payments. Hè? Dus als ik jou iets stuur, Rabobank naar ABN, dan is het er ook meteen. Maar dat is in de Verenigde Staten is dat een unicum. Het duurt vaak dagen van de ene naar de andere bank en soms van de ene naar de andere bankrekening al heel lang. En zij hebben dat is bij crypto is het gewoon heel wenselijk dat het per direct kan. Ja. En dat had Silvergate geregeld voor zijn rekeningenhouders. Ja, die faciliteit die bestaat nu niet meer. Hè? En dat is vervelend. Dat is annoying. Ja. Maar er zijn nu dus een paar belangrijke partijen weg. Is dit een boodschap van de financiële autoriteiten in de Verenigde Staten? Cryptosector, we komen eraan. Ja, die boodschap die wordt al een tijdje gegeven door een de politiek of door het bestuur, maar wel door een aantal mensen daaruit. Hè. Bijvoorbeeld senator Elizabeth Warren is er heel erg expliciet over. Die zegt gewoon, joh, we willen het kapot maken, het moet weg. We willen het marginaliseren, willen het afsluiten, willen het eruit duwen. Dat is in verschillende gradaties het democratische standpunt wel zo'n beetje. Hè? Ja, dat is één van de mensen. Hè. De Democratische Partij is op zichzelf ook weer verdeeld. Hè. Ook over de kwestie van Silicon Valley Bank. Hè. Want er zitten mensen bij die zeggen, van, ja, dat is onze techsector, mensen zitten erbij van dat is die stomme big tech. Het is maar goed dat ze geraakt worden en zo. En dus het is wat dat betreft ook een verdeling zaaiend vraagstuk. Maar er is zeker wel sprake van gerichte acties tegen cryptobedrijven. Hè. En Barney Frank, hij is een van de twee mensen achter de Frank Dodds Act, die ging over regulering van banken. Die was board member van Signature Bank. Ja. En hij zegt, ja, ik denk dat wat er gebeurd is, want Signature Bank is eigenlijk in het weekend ook gewoon opgeheven. Uitgezet, ja. Ja, zonder dat er echt expliciet dingen aan de hand waren, geen bankrun nog. Hij zegt, ik denk dat dit dat de regulators, dat ze een heel duidelijk anti-crypto bericht wilden sturen. Nou, dit is niet zomaar iemand. Dit is iemand die in de board zit van Signature en congressman was en die financiële sector goed kent. Zegt, ja, weet je, dit is gewoon, het is gewoon, ze willen het gewoon weg hebben. En dit is een heel duidelijk bericht. Oké, dan is dit een mooi moment om te gaan doen wat we meestal doen op dit punt in de uitzending, namelijk met jou praten over de prijzen. Want mijn vraag die hier meteen op aansluit is, hoe kan het dan als de cryptosector zo onder handen wordt genomen dat de bitcoinkoers opeens explodeert met een procentje of 20? Ja, het was natuurlijk eerst wel een stuk omlaag gegaan. Hè, vorige week, donderdag, vrijdag. Ja, maar hij gaat nu zo hard omhoog dat hij hoger staat dan waar hij stond. Ja. Dus hij ging het omlaag gaan ging ook in gelijke tred met de S&P 500. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, dat is hoofdzakelijk ook gewoon in het algemeen zorgen die er zijn, onzekerheid, voorzichtigheid. Mensen nemen even wat risico van hun bordje af. En dan zie je na het weekend ineens dat de aandelen gewoon iets dalen zelfs.
En dat Bitcoin enorm omhoog gaat. Meer dan 20% omhoog. Jij mag het uitleggen. En goud ook. Ja. En er zijn twee uitleggen mogelijk. De ene is dat er in het weekend gewoon heel veel onzekerheid was. Ook binnen crypto. Namelijk heeft te maken met Circle. Dus de USDC-munt die... Stablecoin. Die even niet meer stable was. Omdat Circle namelijk ook geld had bij de SVB. Bij die Silicon Valley Bank. Namelijk 3,3 miljard dollar van de 40 miljard. De dekking van die stablecoin was gedeeltelijk daar geparkeerd. Ja, precies. Dus dat was een risico. En dat zag je zich uitspelen. En dat probleem is weer weggegaan. Toen bleek dat Silicon Valley Bank... Dat iedereen zijn geld kon terugkrijgen. Ja. Dus de opluchting daarvan kan een reden zijn... dat ook crypto weer wat kracht kreeg. Maar een mogelijke verklaring is toch... en dat hoor je anekdotisch van mensen ook... zeg ja, Bitcoin is een activum zonder tegenpartijrisico. Net als goud. En dat geldt niet voor blijkbaar je geld op een bankrekening... En het geldt ook niet voor een obligatie. Dus dat is als we nou naar op zoek gaan naar iets waarbij je dat daar echt buiten plaatst, buiten dat financiële systeem, dan is dat toch echt Bitcoin. Je ziet dat Bitcoin het ook veel beter doet dan heel veel andere crypto. Ergens kwam ik de kreet ook tegen: dit is Bitcoin's moment. Is dat overdreven? Ja, dat is wel wat theatraal, hè? Maar het is niet gek. En het zou wat dat betreft ook wel jammer zijn geweest als Bitcoin het exact hetzelfde bleef doen als aandelen. Met andere woorden, als op dit moment het gewoon een soort van tech-aandeel zou blijven zijn geweest. En alleen nu. Bitcoin in de allereerste blok is de verwijzing naar de bail-outs van de banken in 2008. Hè? Nu zie je opnieuw bail-outs. In het allereerste blok van de blockchain bedoel je? Van de blockchain. Precies. Dus dat was op 3 januari 2009 kwam die uit. Hè? En dan was die referentie naartoe. Ja. En nu zie je dus dat het digitale goud blijkbaar een digitaal equivalent is van het fysieke goud. De markt lijkt intussen te vinden, om even naar een variabele te gaan... waar we het ook steeds over hebben hier. De markt lijkt te vinden, dit komt door de rente. De Fed kan haast niet de rente verder verhogen. Dan krijg je meer van dit soort gedoe. En daar zou dan voor een deel ook het optimisme over de bitcoin uit voortkomen. Is dat een goed verhaal? Nee, op zich niet. Want op het moment dat we op het punt aankomen... dat de rente niet meer omhoog kan... En dat gebeurt altijd in elke hiking cycle, in elke reeks verhogingen. Kom je dat ergens tegen? Ja. Dat heeft dan te maken met ofwel dat je in een recessie komt, ofwel dat er iets breekt, iets kapot gaat in de obligatiemarkt. Dat is eigenlijk een van de twee opties. Nou ja, nu, dus heel lang gezegd, joh, we komen wel bij die recessie uit. Maar nu hebben we dus gezien dat er ergens iets stuk gaat. Als dat gebeurt. En we gaan inderdaad naar renteverlagingen toe, omdat er iets stuk is. Dan is dat in principe voorbode van meer ellende. Dus alle bodems in bearmarkten die volgen na het punt dat de Fed op zijn schreden moet terugkeren. Dat moment is vaak pas het begin van de ellende, niet het einde. En dus je zou verwachten, als dat inderdaad zo is, als we nu naar renteverlagingen gaan, dan is dat een signaal van... Er komen slechte omstandigheden aan voor aandelenmarkten bijvoorbeeld. Ja. Oké, we gaan gewoon nieuwe ontwikkelingen afwachten... en hier volgende week vrolijk over doorpraten. En dan gaan we nu weer verder over Silvergate Signature... en die Silicon Valley Bank, de drie S'en moeten we ze misschien... Opvallend, hè? Voor de gelegenheid. Ja, er zit vast iets achter. Kan de cryptosector hier nu mee omgaan? Je zei al, er zijn wel nog wel wat kleine banken over... maar zijn er genoeg banken over voor alle bedrijven die banken nodig hebben, cryptobedrijven? Ja, op zichzelf wel. Hè. Dus er zijn best wel wat banken die dat graag doen. Die ook wel het interessant vinden om iets met crypto te doen. En die bedrijven ook als klant willen. Je zag bijvoorbeeld dat... Circle al een nieuwe bankrelatie had. En er waren er wat meer die dat meteen bekend maakten. Van oké, we zijn afgesloten bij deze en deze. Iets met een S. En dan zijn we nu overstapt naar deze. Dus op zichzelf, dat komt nogal goed. Maar het is wel een verlies. De cryptobedrijven verliezen toch een soort van bondgenoot, een medestander in die banken. Ja. En ze verliezen toch ook functionaliteit en infrastructuur. Het snel uitwisselen bedragen en dat soort dingen. Ja, je ziet dat de grote bedrijven... die hebben gewoon bankrelaties met JP Morgan en BNY Mellon... en dat soort grote banken. Hè. Dus het zou kunnen dat die zeggen van... nou,
dit is voor ons wel een moment om ons wat meer in die markt te gaan positioneren. Zijn ze vrij om dat te doen? Want als het klimaat vanuit de autoriteiten zo tegen crypto is, misschien durven ze dat dan niet? Of misschien gaan we straks dan weer andere maatregelen om onze oren krijgen die dat weer tegenhouden? Of ja. Die kleine banken het moeilijk maken om cryptobedrijven van dienst te zijn? Ja, op zichzelf, dat zou kunnen. Hè? Dus dat als er een heel breed gedragen anti-crypto standpunt zich nog verder ontvouwt, dat men ervan weg wil blijven. Maar wat je natuurlijk ook altijd wel ziet door de geschiedenis heen, is dat als ergens veel geld te verdienen is, dat er uiteindelijk ook wel weer kansen worden gecreëerd en georganiseerd. Die grote banken hebben wat dat betreft natuurlijk ook meer lobbykracht of meer mogelijkheden om zichzelf een uitzonderingspositie te geven. En dus wat dat betreft denk ik van ja, we weten het gewoon nog niet precies hoe dat zich ontvouwt. Maar het is hoe dan ook zo dat cryptobedrijven in Amerika nu het lastiger hebben om de verbinding te maken met het dollargeldsysteem dan eerst. En wat daaraan wel heel zuur is, dat de problemen die er nu zijn, die zijn veroorzaakt door het moeten aanhouden van die obligaties. Terwijl de cryptosector zelf al heel lang roept, laat ons alsjeblieft gewoon dollars aanhouden. Rechtstreeks bij de Fed. Hè? Bijvoorbeeld Caitlin Long, die heeft natuurlijk was bezig met cryptobank Avanti. Hebben we het al een paar keer gehad over in de afgelopen jaren. Die heette de laatste tijd Custodia. En die heeft expliciet de vraag gesteld aan de Fed, mogen wij alsjeblieft van alle de dollars die bij ons gestald worden, we willen graag 108% daarvan in cash bij jullie aanhouden. Zodat we op geen enkele manier dit soort problemen kunnen krijgen. Dat hebben ze, niet. Doen we niet. Willen we niet. Ja. Dus zeg maar, de oplossing voor het probleem is, willen ze niet. Nee. En dat is, dan kan je zeggen, ja, dat is dan jammer voor crypto. Alleen het probleem is, dat het is niet een specifiek crypto-probleem. Crypto is er heel vatbaar voor, omdat het geld daar heel snel komt en heel snel gaat. Ja. Heeft een hele hoge snelheid. Maar dat geldt voor steeds meer dingen. Hè? Want we zagen dus dat 40 miljard bij Silicon Valley Bank werd weggehaald in 2 dagen. Maar er hebben geen rijen voor de deur gestaan. Nee. Waarom niet? Omdat we tegenwoordig internetbankieren hebben. Ja, ja. En ook in Amerika zijn ze bezig met FedNow. Dat is dus ook dat je in één moment dat weg kunt halen. Dus de hele banksector wordt steeds vatbaarder voor dit soort dingen. Dus wat we vanuit crypto graag willen is gewoon in sommige gevallen dollars aanhouden, wat ze nu verbieden, wat ze nu niet willen. Maar dat is wel de oplossing en daar zullen ze wel heen moeten. Ja. Even nog over de stablecoins en even naar Nico Smit kijken. Digital Mining Solutions. Jij bent actief in Zuid-Amerika. Daar spelen stablecoins een belangrijke rol. Het wiebelen van de USDC, wat we de afgelopen week hebben gezien, wat heeft dat daarvoor invloed? Nou, je ziet wel dat de USDT de meeste adaptatie heeft daar. Dus ja, mensen die zullen ook makkelijk, denk ik, switchen als ze USDC vast hebben. Ze zijn niet heel erg trouw aan een bepaalde stablecoin. Het gaat er meer om dat er iets is, een coin is die gepakt is aan de dollar, omdat men daar gewend is om in de dollar te sparen. Omdat in vele landen de currencies veel waarde verliezen. Dus hun normale leven is al dat ze salaris omwisselen voor dollars. En veelal wordt het ook in stablecoins gedaan, omdat de toegang tot fysieke dollars wel eens beperkt kan zijn. Ja, ja, maar de ene stablecoin of de andere, dat maakt dus weinig uit. En zolang er stablecoins overblijven, ja, precies, is daar dus geen probleem. Dus daar zijn ze redelijk flexibel in. En je zag met Luna Terra natuurlijk dat best wel mensen ook wel geld hebben verloren. Maar ik heb niet minder stablecoin gebruik daardoor gezien. Nee. Bert, nog eventjes de moral hazard. Het effect dat banken kunnen doen wat ze willen, omdat ze toch wel gered worden. Is dat weer terug in de markt? De vrees daarvoor? Ja, de vrees is daar zeker voor terug. Dat hoor je natuurlijk heel veel. Of het echt zo is, tot nu toe hebben ze wel wat ze tot nu toe hebben gedaan is wel de zorgen dat de aandeelhouders het wel kwijt zijn. Dus dat betekent dat je als bestuur, en ze hebben ook het bestuur ontslagen, dat je niet denkt van ach, laten we maar doen, want we komen er toch wel mee weg. Ja. Maar ja, dit is wel weer onderdeel van, joh, we fixen het als er problemen zijn. Ja. Dus oké, oppassen daarvoor. Ja, even vooruitkijken naar de podcast die we straks gaan opnemen. Nico Smit opnieuw, bezig met bitcoin mining, onder andere in Paraguay. Ja. Wat maakt Paraguay geschikt voor jouw activiteiten? De overvloed aan energie eigenlijk. Ze hebben heel veel hydropower daar. Grote dammen die veel meer produceren dan dat ze zelf consumeren. Dus er is een schatting dat er zo 2 gigawatt aan energie over is. Wat men niet kwijt kan. En waar de overheid graag geld aan wil verdienen. Dus dat,
dat verkoopt ze graag aan miningbedrijven. Ja, hoe kan dat zo ontstaan zijn? Als je een dam bouwt, een energiecentrale, dan dimensioneer je die toch een beetje slim? Ja, dat is wel een goede vraag. Daar krijg ik geen antwoord op. De grootste dam die er staat, dat is de tweede dam van de wereld. Die heeft een vermogen van 14 gigawatt. En dat is gedeeld met Brazilië. Dus ik denk dat het idee was ook om de regio te bedienen. Dan verkoopt Paraguay ook wel energie aan Brazilië en aan Argentinië bijvoorbeeld. Maar nog steeds blijft er energie over. En de verkoop aan die landen, die prijs ligt een stuk lager dan dat ze aan de miners kunnen verdienen. Ja, en als jij dan meldt en zegt van nou, met die overtollige energie kan ik wel wat, dan word je met open armen ontvangen? Nou ja, ik werk met een partner samen die uit de regio komt. Dus de banden, de relaties zijn weer heel belangrijk in Zuid-Amerika. Dus de relatie die mijn lokale partner heeft met de grid operator, daardoor kunnen wij redelijk makkelijk toegang krijgen tot energiecontracten. Ja, en vindt die mining ook inderdaad al plaats daar? Ja, dus er is best wel mining daar. En waar wij ons op concentreren is een regio of een dorpje naast die grote dam. Dus eigenlijk zitten wij hemelsbreed zo'n 3 kilometer van het substation van die grote dam af. Ja, nou interessant. Dat is de achtergrond. Daar gaan we het straks in de podcast uitgebreid over hebben. Yes. Met jou, Nico Smit van Digital Mining Solutions. Dank voor je bijdrage aan deze uitzending in elk geval. Bert Slachter, mijn co-host, ook hartelijk dank van Bitcoin Alpha. En tot zover de Cryptocast op BNR. Wie meegaat naar de podcast zo direct heel graag, is dat niet mogelijk, dan is het ook goed. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR. Welkom bij deel 2 van de Cryptocast 263. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hadden we het over het laatste crypto-nieuws. Dat is 263a. En nu gaan we het hebben over de mining-industrie met Nico Smit, oprichter van Digital Mining Solutions. Welkom hier. Dank je wel. En mijn co-host is Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Ook welkom. Hallo. En voor we beginnen eerst even dit. Het gaat over mining vandaag in de Cryptocast. Het proces waarmee Bitcoin wordt geadministreerd en beveiligd. Stom toeval volgens mij dat er net een artikel staat op bitcoin.nl over Troy Cross, hoogleraar filosofie en bitcoiner. Hij stelt als maar genoeg bitcoinbezitters investeren in duurzaam minen, dan stijgt de hashrate en daarmee de moeilijkheidsgraad van mining en wordt niet duurzaam minen vanzelf minder aantrekkelijk. Lees dat nou op bitcoin.nl, zoals bekend de site van onze sponsor Bitonic. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet dan niet je te abonneren. Ben je elke week direct op de hoogte van onze allernieuwste aflevering. Nou, Nico Smit, traditionele openingsvraag. Hoe ben jij ooit in contact gekomen met crypto? Dat was 2017. Toen bracht een vriend van mij in aanraking met Bitcoin. Het was niet echt orange pillen. Het was meer kijk eens wat ik gekocht heb en number goes up. Dus dat was de eerste aantrekking. Dus wat Bitcoin gekocht en toen vanaf dat moment eigenlijk pas in de rabbit hole gedoken en erachter gekomen hoe interessant het is. Ja. En het heeft voor mij ook heel veel andere wegen geopend, zeg maar. Dus door de Bitcoin heb ik ook beter leren investeren, meer geleerd over macro-economie en het financiële geldsysteem. Ja. Het minen kwam pas eigenlijk een paar jaren later. Toen ben ik gaan minen middels het gebruik van hosting services in Amerika. Dus een paar miners gekocht die in Amerika staan, nu nog. En onderweg zijn naar Paraguay ondertussen. Dus daar begon ik met minen. En toen kwam ik erachter dat het eigenlijk een hele aparte rabbit hole is. En toen ben ik daarin gedoken. Mining op zichzelf is een rabbit hole? Ja, het is een hele jonge industrie die heel snel groeit, waar veel aspecten bij komen kijken. Dus dat is heel interessant. Er is ook een hele grote relatie met de energiesector natuurlijk. Zeker. Dus ja. Jij woont in Argentinië. Hoe is dat zo gekomen? Mijn vrouw is Argentijns. Die heb ik hier in Nederland leren kennen. Die woonde toen ik haar leerde kennen hier vlakbij de studio eigenlijk. Aan de andere kant van de Amstel. Dus het is een buurtje dat ik wel ken. Ja, en zij woonde hier 16 jaar. Eigenlijk toen we ons eerste kind kregen, zei ze van ik wil terug naar Argentinië. Zeiden we altijd over 5 jaar. En toen op den duur, toen was het zover, kreeg zij kans via haar werk. En toen hebben we die sprong gewaagd. En 1,5 jaar geleden eigenlijk hier alles achtergelaten en die kant op gegaan. Ja.
En in Argentinië ben jij puur ondernemer, mining-ondernemer? Ja, dus ik werkte eerder voor RVO, Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. En daarbij managed ik programma's waarbij we Nederlandse ondernemers naar de Latijns-Amerikaanse markt brachten. Ja. Tenminste, Latijns-Amerika was mijn regio. Dus, heb je zo je vrouw ook ontmoet? Nee, nee, wel via werk. Dus onze eerste baan werkte bij een NGO hier in Amsterdam. Zo hebben we elkaar leren kennen. Okay. Dus niet via die baan bij RVO. Maar eerder kon ik, eerste moment kon ik nog doorwerken voor de RVO vanuit Argentinië. Want ik werkte veel met de ambassades daar samen. En ondertussen was ik al voor mezelf begonnen als consultant. En toen ik daar was, zag ik de kansen voor de mining-industrie. Omdat in de regio de energie goedkoop is. En veel energie in overvloed. En veel wasted energy ook, wat de eindgebruiker niet bereikt. Dus toen ben ik samen met een vriend van mij uit 18 Digital Mining Solutions gestart. Ja, dus jij stelde alvast dat daar... Is dat ook in Argentinië het geval trouwens, dat daar veel energie over is, dat er energie wordt weggegooid? Op sommige plekken wel. In het zuiden wordt er veel gas gewonnen. Je ziet veel installaties die niet de connectie hebben met het algemene grid. Dus één ding is het gas uit de grond halen, maar het tweede ding is het vervoeren. Het vergt veel volume, dus die pijplijnen, dat kost heel veel geld. Dus daar zijn installaties gebouwd, maar de pijplijnen zijn nog niet geconnect. Ik ken een paar miners die daarmee aan de slag gaan ook. Maar in Argentinië is over het algemeen de energie heel erg goedkoop, want het wordt gesubsidieerd. Dus zelfs op de grid kun je heel goed minen, winstgevend minen. Ja. We hebben een aantal kleinere installaties opgezet in Argentinië. Maar voor buitenlandse investeerders is het een te risicovolle markt. Omdat als je eenmaal je assets in het land hebt, kun je ze er moeilijk uitkrijgen. Argentinië dan specifiek? Argentinië, ja. Ja. En er is een importlimitatie op meerdere producten. Omdat het land de dollars in het land probeert te houden. Dus het aantal dollars wat het land uitgaat wordt beperkt. Dus daardoor zijn de ASICs ook redelijk duur in Argentinië. Wat het minder aantrekkelijk maakt voor buitenlandse investeerders. Ja. Voor Argentijn is het wel interessant. Want die doen hun uitbouw van de mines in pesos. Betalen hun operatiekosten in pesos. En wat eruit komt rollen is bitcoin wat ze 24/7 kunnen omwisselen voor dollars. Ja, is in Argentinië... Ja, sorry, vraag. Dat vind ik interessant, want dat is namelijk de reden... Dat wordt genoemd als reden dat China in 2021 de bitcoin-miners het land uittrapte. Natuurlijk had het te maken met dat ze energie gebruikten op een manier die het net daar destabiliseerde. Dat was ongetwijfeld ook een factor. Maar het belangrijkste was misschien wel dat het een manier was van kapitaalvlucht. Ja. En dus je koopt in renminbi je stroom en je spullen en weet ik wat allemaal. En je krijgt daarvoor terug bitcoin. En bitcoin is dollar. Hè? Dus dan kan je op die manier kun je alsnog iets in het buitenland doen. En dat vonden ze niet zo heel fijn in China natuurlijk. Nee. Dus dat kan hier natuurlijk ook een rol spelen. Dat men in Argentinië denkt van nou, die miners, dat moeten we niet hebben. Want dat is een manier voor onze bevolking om onze capital controls heen te kunnen. Ja, nou, je ziet wel, er zijn wel wat crackdowns, maar dat zijn voornamelijk miners die illegaal minen, zeg maar, dus die niet opgeven dat ze aan het minen zijn. En dan zien ze een hoog energieverbruik, ja, dan gaan ze erheen en dan nemen ze alles in beslag. Als je het gewoon netjes allemaal boven tafel doet, dan is er op zich niks aan de hand. Okay. Nee, want dat is inderdaad ook een vraag die ik had. Maar op een iets andere manier verwoord dan. Je helpt het land van een overschot aan energie af. En je helpt mee dat in klinkende munt om te zetten. Maar die klinkende munt, daar staat de overheid natuurlijk wat aarzelend tegenover. Ja. Met andere woorden, wat is per saldo de houding van de autoriteiten tegenover wat jij doet? Nou, er is niet echt een hele duidelijke houding. Ook hoe er om wordt gegaan met crypto, zeg maar, richting de Belastingdienst. Dat zijn redelijk vrij interpreteerbare regels. En het hangt er maar net vanaf uit welke sector je komt, hoe je het interpreteert. Ja, ja. Kun je daarmee zeggen dat het nog niet echt op de radar staat van de overheid? Nou, het staat wel op de radar, maar het is geen prioriteit, laat ik zo zeggen. Nee, nee, nee. Goed, maar dat doe je dus wel in Argentinië, maar je concentreert je op Paraguay. Ja, nou, wij zagen dus dat er behoefte was vanuit Europa en vanuit Amerika om te investeren in Zuid-Amerika, omdat de energie daar goedkoop is. Maar wij leiden liever niet buitenlandse investeerders naar Argentinië, dus toen zijn wij... Waarom niet?
Nou, omdat als je eenmaal je geld in het land hebt, is het moeilijk eruit te krijgen. Dus er zit wat risico achter. En toen zijn wij bedoel je dan RVO? Nee. Dit is al lang niet meer, niet meer RVO. Nee, voor de duidelijkheid. Nee, ik ben uit de RVO toen gestapt voordat ik met de Bitcoin mining aan de slag ging. Dus dan heb je het over Digital Mining Solutions. Digital Mining Solutions, ja. Maar ja, voor buitenlandse investeerders zijn we dus gaan kijken van waar in Latijns-Amerika is het wel interessant. En daar komt Paraguay gewoon naar voren. Dus wij zijn op zoek gegaan naar partners, lokale partners. En hebben in Paraguay een goede partnership opgezet. Waarbij er een combinatie is van Paraguayanen en Canadezen. De Canadezen die hebben echt de kennis in het uitbouwen van de miningoperaties. En de Paraguayanen meer in de import gedeelte, zeg maar. Ja, en dan hebben we natuurlijk over Paraguay zo'n beetje dezelfde vragen als over Argentinië. Hoe zijn daar de omstandigheden? Oké, ze hebben overschot aan energie. Ja. Maar hoe denken ze over die bitcoins die jouw activiteiten opleveren en wat de mensen daarmee doen? Nou ja, over het algemeen is er in Paraguay veel meer open houding richting buitenlandse investeerders. En ze proberen ook industrie aan te trekken, maar Paraguay is landlocked. Dus het is niet voor heel veel industrieën niet interessant om daar te gaan zitten. Mm-hmm. Wat moeten ze met die energie? En daar komen de miners op af. Er is weinig andere zware industrie die daar gebruik van maakt. Ja. Dus het is een oplossing voor de overheid of de regering daar. Het is wel zo dat er voor- en tegenstanders zijn. En er is altijd wel getouwtrek over wat er nou moet gebeuren met de industrial rates voor de miners. Industrial rates? De prijs die men betaalt voor de stroomtarieven. Hè? Ja, de stroomtarieven, voor de industrie. Dat zul je hier vast ook hebben, dat je verschillende tarieven hebt voor huishoudens als industrie. Ja. Dus daar zijn wel discussies over in het congres. Maar is nog geen beslissing gevallen. Maar ik weet ook dat dat er mensen die uit de regering die aan mijnen zijn. Dus er liggen ook bepaalde belangen daar die misschien niet die je niet leest op de normale nieuwskanalen. Maar er zijn senatoren en ik heb zelfs gehoord dat de president daar mijnt. Dus. Geestig. Oh, kijk. Ja. Je vertelde over de stroom, maar vertel eens iets over hoe dat dan zit met de stroom of de energievoorziening in Paraguay. Dat is 99,9% hydropower. Dus eigenlijk volgens mij het enige land wat volledig hernieuwbare energie gebruikt. Het is hoofdzakelijk Andes-gebied, hè? Volgens mij. Nou, het is de Rio Paraná, waar de grootste rivieren of de dam aan ligt. En dat komt veel uit de Amazone. Dus daar is een dam en daar zitten turbines in en daar wordt stroom opgewekt. En die kan. Ik had begrepen dat ook voor de helft nog voor Brazilië is dan of zo. Ja. Hè? Ja, dus het is een gezamenlijk project van die twee landen. Paraguay heeft lang schulden gehad bij Brazilië voor het afbetalen van de dam. En dit jaar bestaat de dam 50 jaar en daarmee lopen die leningen ook af. En nu is dus de vraag, wat gaat dat doen met de prijs van het stroom? Dat gaat waarschijnlijk, de productieprijs gaat naar beneden. Dus mocht er een increase komen, zeg maar, in het in de industrial rate, dan heeft het waarschijnlijk alsnog niet heel veel effect, omdat de productieprijs naar beneden gaat. Want kun je dus kwantificeren hoeveel stroom wekt zo'n dam nou op? Dat is 14 gigawatt. Kun je dat eens in perspectief plaatsen? Ja, ik heb een keer opgezocht op, maar dat is dan de Google, hè? die gaf aan dat Nederland zo'n 12 gigawatt gebruikt. Dus dat. Oké, dus de hele energiebehoefte van Nederland wordt daar even opgewekt. Door één dam, hè? Door één dam. Ja, een dam in China is dat de grootste dam van de wereld. Dus dat is ook heel indrukwekkend als je ooit in die regio komt. Dan. En weet je uit je hoofd de afmetingen van die dam? Hoe hoog, hoe breed? Dat weet ik niet, maar het zegt. Nee. Ik denk dat het wel 100 meter hoog is of zo. Ik las een keer dat er 120 voetbalstadions aan beton in zijn gegaan. Dus, het is echt ongelooflijk. Het zijn geloof ik 7 turbines die daar ook staan. 7 grote turbines. Ja. En jij hebben we al gezegd, jij helpt. De overheid, of nee, het energiebedrijf, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, help je van dat overschot aan energie af, voor een deel. Hoeveel megawatt of gigawatt kun je absorberen met je miningapparatuur?
Nou, dat is eigenlijk onbeperkt. Maar, hoeveel op dit moment? Het kost wel geld natuurlijk om dat allemaal op te zetten. Dus de gehele mining-industrie... ik denk dat in Paraguay nog onder de 500 megawatt zit. Wij werken veel met operaties van 3, 6, soms 10 megawatt. Wat kleinere operaties, ze noemen dat mini-mines. Hè, als je het vergelijkt met een Riot in Texas, die bijvoorbeeld een faciliteit van 750 megawatt hebben, zijn het kleinere mines. Maar dat is wel een goede manier van werken, omdat het minder investeringen kost in substations en de uitbouw. Ja. Je bent wat meer agile, zeg maar. En zet je dat in de buurt van die dam neer? Of maakt het niet uit waar in het land? Want, dat maakt wel uit. Ja, wel? Wij zitten dicht bij de dam, omdat het opwekken is allemaal goed geregeld. Maar de distributie is wel op sommige plaatsen niet van even goede kwaliteit. Ja. Dus hoe verder je van die substations af zit, hoe minder stabiel de connectie wordt. Daarom zitten we ook dichterbij, zodat een stabiele... Dat heeft natuurlijk wel een bepaalde logica, hè? Als je een overschot gaat opmaken, dan is dat geen energie waar ze eerst hoogspanningsleidingen voor hebben aangelegd. Nee, precies. Ja. Dat, hè. Maar er gaat ook gewoon veel energie verloren als je stroom transporteert. Dat natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook heel verliesgevend. Ik zit even te kijken bij Cambridge. Hè? Dat is onze favoriete bron voor energieverbruik, voor Bitcoin. En die zeggen, estimated, nu toevallig 14,02 gigawatt. Dat wat nu het verbruik is van het hele Bitcoin-netwerk. Dus het hele Bitcoin-netwerk zou je met die ene dam op dit moment trouwens kunnen poweren. Maar als jij zegt... Evenveel als een land als Nederland. Ja, als jij zegt 500 megawatt, hè, dat is een halve gigawatt, dan zou dat betekenen dat 3,5% is van hele Bitcoin-mining. Zou wel eens kunnen. De data wat op de Cambridge-website staat, dat is ten eerste outdated. Dus ja, de geografische data is verouderd. Ja, dus die is van... januari 2022. Ja. En dat is gebaseerd op IP-adressen, geloof ik. Dus die berekening is meer een inschatting dan... het zegt wat meer over de algemene verhoudingen tussen landen. Ja, precies. Ja, dus de mining map die geeft nu nog 0,15% aan voor Paraguay. En Brazilië, even kijken, 0,06, of dat is Argentinië. Brazilië pakken 0,33. Dus die hele regio is eigenlijk volgens hun nog heel weinig. Maar dat kan ook zijn omdat het anderhalf jaar bijna oud is. Bijdrage aan alle mining. Precies. Ja. En dus jij zegt, dat is inmiddels eigenlijk wel wat groter waarschijnlijk dan wat zij... Ja, ik denk dat het gegroeid is de afgelopen jaren. Maar ik weet niet precies. Het staat vast wel omschreven hoe het gemeten wordt. Maar met die IP-adressen dan is dat ook niet altijd... Dat klopt. Wordt veel VPN gebruikt. Dus. Maar ik moet zeggen dat ik dat zelf heel positief vind. Omdat best wel wat concentratie is gaan ontstaan in Amerika en dan in het bijzonder in Texas de afgelopen anderhalf jaar. Hè, eigenlijk nadat die miners weggejaagd zijn uit China, is er heel veel ook naar Canada, maar zeker Verenigde Staten gegaan. Overigens schijnt er nu gewoon nog steeds alweer in China gemined te worden, hoor. Ja. Maar een beetje geografische spreiding, laten we zeggen grofweg over allerlei werelddelen. In het kader van de decentralisatie bedoel je? Ja, decentralisatie. Dus dan heb je decentralisatie, heb je natuurlijk over veiligheid aan de aanvalbaarheid van het netwerk, maar ook de mogelijkheid van invloed van overheden. Hè. Dus het is heel gunstig om ook geopolitiek gezien in allerlei machtsblokken mining power te hebben. Dus wat dat betreft is het vanuit namens het Bitcoin-netwerk bedankt. ik denk als je kijkt naar een mogelijke uitstroom zoals in China is gebeurd, dat gaf wel een deuk in de hash rate, maar het heeft het netwerk niet naar beneden gehaald. Dus wat dat betreft zie ik geen risico, maar het is eerder inderdaad overheid wat misschien kan ingrijpen, waardoor de censuur op de blockchain ontstaat. Laten we dan toch even naar die overheid in Paraguay kijken, want jij komt daar als bedrijf en jij gaat daar stroom zitten afnemen. Ja. En de Paraguayanse overheid maakt zich geen zorgen over wat jij daarmee produceert. Of? Nee, dat is de grid operator, degene die de energie levert, dat is een overheidsinstantie. Die weten wat de business inhoudt. In het energiecontract staat ook omschreven dat de energie wordt gebruikt voor mining. Dus daar zijn ze zich volledig van bewust. Ja. En die bitcoin, want we hadden het over Argentinië. Dat is een land dat wel moet vrezen voor kapitaalvlucht met de labiele peso en zo. Is dat in Paraguay geen probleem? Nou ja, de veel miners die daar minen, die houden niet hun bitcoin in dat land. Nee, maar
Het is wel zo, de energie wordt afgenomen. Om zo'n mine te bouwen wordt de lokale resources gebruikt. Lokale mensen worden ingezet en getraind. Er worden nu reparatiecentra opgezet. Dus mensen worden daar getraind om in de industrie te werken. Dus het geld waarmee jij die stroom betaalt, dat blijft allemaal gewoon in het land? Dat blijft normale in het land. En daarnaast dus de uitbouw en, dus en de mensen. Dat is gewoon jouw bedrijfsomzet of winst? En maakt verder niet uit wat jij daarmee... Dus maakt de Paraguayse overheid zich geen zorgen. Moet je daar belasting over betalen eigenlijk? Moet je aangeven hoeveel bitcoins je hebt geproduceerd en daar belasting over betalen? Hoe werkt dat? Nee, je betaalt in principe belasting over de energie, over de elektriciteit. De belasting over de bitcoin, dat geef ik hier aan, zeg maar, omdat dat een van mijn rekeningen is die ik opgeef bij de belasting. Ah zo, ja, dat komt gewoon dan weer dat is je naadloos. Je vermogen, zeg maar. En, interessant. En, maar we hebben het over jij. Ben jij zelf degene die daar mindt? Want nee, ik begrijp ook wel. Jij adviseert bedrijven. Ja, toch? Dus omdat... een van mijn inkomstenbronnen is mijn eigen miningmachine. Maar wat ik in Paraguay voornamelijk doe, is het faciliteren van bedrijven die aan de slag willen gaan in de miningindustrie. Ja, zo, ja. Of willen uitbreiden. Hè, dus veel klanten. Wat voor bedrijven zijn dat dan? Investeringsfondsen of miners die al bezig zijn. Dus die al bijvoorbeeld in Amerika mines hebben. En je noemde tijdens het radiodeel de Marathon. Of weet je, dat soort bedrijven zijn die dan? Nee, je hebt een Bitfarms, dat de grote is, ja. Die in Paraguay zit. Onlangs is een groot bedrijf, POW.RE. Die hebben grote contracten binnengehaald van 100 megawatt. Dat is een Canadees bedrijf. Geen publiek bedrijf, maar of openbare, hoe noem je dat? Ja, publiek, dus dat de aandelen verhandeld waren. Ja. Beursgenoteerd. Beursgenoteerd, dat was het woord. Maar wat was de vraag? Sorry. Nou ja, wat voor soort bedrijven zijn het hier? Dus voornamelijk partijen die al minen en die hun risico willen spreiden door te gaan minen in een ander land. Of hier in Europa ben ik in gesprek met miners die hun machines stil hebben staan, omdat ze hier niet meer winstgevend zijn. Aha, dus die hebben in Europa stilstaande miningapparatuur. Gaan ze die dan verschepen naar Paraguay? Ja, dat wordt verscheept. Wow. En soms, in sommige gevallen hebben ze future orders gedaan. Dus hebben ze al bestellingen gedaan voor machines bij een van de manufacturers. En die staan nu stil, zeg maar, in de warehouses daar. En die moeten nog te horen krijgen van, gaat het nou naar Finland of gaat het nou naar... Naar Paraguay. En dan help jij om de contracten met de stroom te regelen, maar ook om de hosting, de plekken waar het heen moet en het personeel, dat soort dingen? Ja, dus de partijen waarmee ik werk, lokaal, dat is een Paraguayaanse-Canadese combinatie, die hebben de contracten met de grid operator. Die bouwen de mijnen. En dat zijn lokale mensen die verstand hebben van importeren van de machines en de infrastructuur. Die verstand hebben van het bouwen, maar die nog de commerciële link missen. En ik ben eigenlijk de derde voet daar, zeg maar. En ik ben degene die de investeerders binnenhaal. En in sommige gevallen zijn er bedrijven of partijen die willen zelf minen. Hè, dus hun eigen machines neer willen zetten om bitcoin te genereren. In andere gevallen zetten we een hosting business op. Dus dan ontwikkelen we een mine en daar komen dan machines van derden weer te staan. En in veel gevallen adviseer ik om een combinatie te doen, want het hosten is een business wat een cashflow in dollars oplevert. En dat geeft je een buffer ook om je gemijnde bitcoin vast te houden in moeilijke tijden. Ja. Interessant. Bert, heb jij nog meer vragen over het minen op zichzelf? Want anders dan gaan we namelijk over naar de crypto in Latijns-Amerika. Ja, dat lijkt me een hele goeie. Want we hebben het nu gehad over mining in Paraguay. En ik zou ook wel iets meer willen weten over mining überhaupt in Zuid- of in Latijns-Amerika. Maar dat kunnen we dan heel goed doen vanuit crypto in Latijns-Amerika. Ja, want je hoort wel eens wat over Latijns-Amerikaanse landen. Bijvoorbeeld in Brazilië, daar rommelt het wat op het gebied van wetgeving. Hè. Ik zal niet zeggen dat daar wettig betaalmiddel direct boven de markt hangt. Maar pro-Bitcoin-politie waren er. Ja, precies. Ja. En wetsvoorstellen en dat soort zaken meer. Venezuela wordt natuurlijk vaak genoemd als een land met een dusdanig labiele economie dat Bitcoin daar interessant zou zijn. Welke landen in Latijns-Amerika overzie jij vanuit Argentinië?
Daar durf je wat over te zeggen? Nou ja, ik heb voor mijn vorige werk ook veel Colombia en Peru en Bolivia gezeten. Ik werk samen met een partij uit Chili. Dus ik ken wel op grote lijnen de markt in Zuid-Amerika. Vertel maar eens wat. In welke landen is Bitcoin nou iets groots? Nou ja, ik zei ook in de voorbereiding van meer dan Bitcoin zijn het de stablecoins waar mensen naar kijken. Ja, en dat heeft ermee te maken dat men gewend is om, de dollar. Om in dollars te sparen. Dus het vertrouwen in de bank is laag. Als men salaris krijgt, dan wordt het opgenomen en het liefst omgewisseld in dollars. En dat wordt in het huis verstopt. Dus ik ken ook alle goede plekjes in het huis om je geld te verstoppen ondertussen. dus de stablecoin is een logische stap voor mensen. Maar in het straatbeeld zie je het al veel meer reclame dan hier in Nederland. En, reclame voor wat dan precies? Veelal exchanges of eerder lenders waar je yield kon genereren. Pasjes, hè, dus dat je crypto kan betalen gelijk in winkels. Dat soort dingen. Ja. Oké. Bitcoin dus niet, Ethereum ook niet? Nou, er is wel een grote Ethereum community in Zuid-Amerika. In Argentinië zelf is ook best wel een grote IT-hub en veel developers die daar bezig zijn. Dus als er een Ethereum meetup is of een conferentie of whatever, dan zie je daar veel mensen op afkomen. Eigenlijk meer dan een Bitcoin-conferentie. Luna was daar ook heel populair. Maar ja, daar zijn veel mensen afgehaakt. Dus, dat is duidelijk. Ik hoorde ooit van Vitalik Buterin die daar was. En die zei van ja, wat mij dus verbaasde, is dat mensen daar heel veel best wel wat met crypto doen. Maar dan ook gewoon met hun Binance-app rechtstreeks betalen naar iemand anders. Ook met zijn Binance-app. Gewoon zeg maar op de exchange. Binance is echt de grootste exchange daar. En er wordt heel veel reclame ook gemaakt door Binance. Dus die heeft zich wel gepositioneerd in Latijns-Amerika. Als het Facebook van de crypto was. Nou ja, een beetje. Maar dat is ook dingen doen met BNB, met de munt van Binance. Maar soms ook veel met Tron. Dat op een of andere manier ook nog een bepaalde voet aan grond heeft. Daar verbaasde Vitalik zichzelf over. Hij zei van ja, maar en hij vraagt dan ook wel eens aan mensen waarom. Hij zegt ja, de fees, de kosten van Ethereum zijn gewoon veel te hoog. Het was overigens in de tijd voor EIP 1559 en voor Proof of Stake. Toen waren de fees echt nog een factor 10 hoger dan nu. Dus straks met roll-ups wordt het op Ethereum misschien nog een factor 10 goedkoper. En dan verschuift dat wellicht weer. Nou ja, behalve dat dan een inmiddels geaccepteerde coin misschien een positie heeft die niet meer weg te krijgen is. Nou, je ziet wel, de USDT wordt veel via het Tron-netwerk gemaakt. Dat goedkoper is. Maar ik herinner me dat bepaalde, zo vinden wij nu, hele vage sociale netwerken, Friendster of zo, die blijken dan toch weer groot te zijn ergens in een Aziatisch land of in een Latijns-Amerikaans land. Ja. En zo kan dat natuurlijk met bepaalde crypto's ook gebeuren. Absoluut, want het netwerkeffect betekent dat iets nuttiger voor je wordt naarmate meer andere mensen het ook hebben. Je buren. Dus je buren, precies. Ja, je ziet ook bijvoorbeeld, de websites zijn heel erg achtergesteld in Zuid-Amerika, maar zaken via Instagram zijn weer, dat is weer heel normaal. Instagram gebruiken voor je webshop of WhatsApp wordt ook heel veel gebruikt. Zelfs als je naar de dokter gaat, dan gaat het allemaal via de WhatsApp. Dus het zijn gewoon andere kanalen. Een soort leapfrog, hè? Want die websites zijn allemaal gaar, dus dan ga je het maar gewoon peer-to-peer doen met zo'n soort platform. Ik ben nog wel benieuwd, hè? Je zegt van oké, dus veel in straatbeeld zie je dan veel advertenties. En weet je, ik moet dan ook denken aan El Salvador, hè? Waar het natuurlijk iedereen heeft een wallet gekregen en ik geloof $25 of zo. 30, ja, iets in die orde grootte. Alleen dan, als je dan een half jaar of een jaar teruggaat, heb ik natuurlijk veel journalisten gedaan, dan blijkt dat eigenlijk maar heel weinig mensen het gebruiken. Er zijn er een hoop, die hebben die drie tientjes ervan afgehaald. Maar daarna, ja, weet je, ik moet er niks mee te maken hebben. Ja, dollars. Ook met het idee, of ik wil dollars, of, weet je, mijn leven is al gecompliceerd genoeg zonder al die ellende. En dan blijkt dus dat de daadwerkelijke crypto-adoptie in zo'n land nog best wel tegenvalt. En hoe is dat dan, vraag ik me af, in de landen die jij dan kent? Van zijn het dan vooral de techies die er dan wat mee doen en de rest van de bevolking niet? En is het heel veel reclame? Maar daar blijft het ook bij? Of het zijn wel, denk ik, meer jongeren inderdaad. Maar je hebt sowieso best wel veel manieren om te betalen. Ook als ik het dan over Argentinië heb. Hè. Je hebt Mercado Libre, wat je kunt vergelijken met een Amazon. En die hebben een eigen
betaalfaciliteit. Betaalrail, zeg maar. Ja, ja. En dat wordt ook heel veel gebruikt, de QR-codes. En dan betaal je via je Alipay, maar dan voor Mercado Libre, zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. Ja, en jij wilde meer weten over mining in Latijns-Amerika in het algemeen. Ja, dus dat ben ik dan ook wel benieuwd naar. Van dus je zei, mining specifiek in Paraguay. En dan heb je natuurlijk een vrij unieke situatie. Ja. Van een land wat geen havens heeft. Waar je dus moeilijk import-export regelt. En wel heel veel energie over. Ja, wat ga je daarmee doen? Nou ja, het is misschien wel handig als wat we toch niet kunnen gebruiken. Als er wat wordt gemined. Het zorgt voor wat werkgelegenheid. Het zorgt voor wat inkomsten. Ja. Weet je wel. Maar hoe zit dat verder in al die landen? In Chili heb je heel veel duurzame energie wat opgewekt wordt. Hele grote windparken, zonneparken. Die moeite hebben om alles in de grid te stoppen. Dus daar zijn we ook bezig om te kijken van kunnen we met dat overschot wat. En als je kijkt naar een Peru bijvoorbeeld, hebben we een traject lopen op stranded gas. Maar daar is het politiek wat instabiel momenteel. Dus dat staat op stranded gas? Dat is een of ander overschot uit de olieindustrie? Nee, stranded gas is wanneer. Dit is dan in de. Vlakbij de Amazone hebben ze een gasbel ontdekt. Dat gaan ze winnen. Maar ja, dan staat de installatie daar en dan moeten de pijplijnen nog neergelegd worden. En ondertussen is er een nieuwe regering en die legt daar geen prioriteit neer en is er geen financiering meer voor. Dus dat gas wordt afgefakkeld, zeg maar. Dus het is er gewoon. Gas wat gewonnen wordt, maar niet de eindgebruiker haalt. Kijk, wat we vaak, als wij in gesprek zijn, ook met sceptici. Die zeggen vaak van ja, het is leuk dat je een paar voorbeelden kunt noemen waar daadwerkelijk stranded energy wordt gebruikt of waar de productiecapaciteit hoger is dan de afname. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, maar ja, bijvoorbeeld ook in China, daar zeggen ze altijd waterkracht. Maar ja, toch ook maar kolen. Het is grotendeels kolen, ja, maar een klein stukje van het jaar. En het is ten koste van andere industrieën. Het had ook op een andere manier gebruikt kunnen worden. Dus je zult vast een paar anekdotes kunnen noemen. Maar over het algemeen genomen is mining gewoon slecht, vervuilend, destabiliserend, enzovoort, enzovoort. Ook de wereld. Dus daarom ben ik benieuwd van, weet je, kijk. Je hebt al de Bitcoin Mining Council, hè? Die houdt bij hoeveel duurzame energie wordt gebruikt. Dat ligt geloof ik rond de 60%. Maar ik denk dat het, net zoals de algemene energietransitie, is het een transitie. Zou het niet van de een op de andere dag allemaal duurzame en nieuwbare energie zijn? Maar het wordt steeds moeilijker om te minen, want er komt steeds meer computerkracht online. Dus de reward wordt per machine steeds lager. Dus wat je dan moet doen is je kosten drukken. En 80% van je operatie is energiekosten. Dus Bitcoin mining gaat naar de plekken waar energie goedkoop is. En dat is waar het of stranded of wasted is. Dus dat het niet gebruikt wordt of verloren gaat. Ja, maar dat vind ik wel belangrijk. Dit is wel significant. Hè? Want je hebt het over 100 megawatt, dat soort contracten. Ja, dat gaat over procenten. Dat gaat niet over. Dit is niet meer een anekdotisch symbolisch minertje die ergens wat groens doet. Dit gaat over significante delen van het netwerk. Van je zegt van die zijn aan het bewegen daarheen. Dat is niet alleen dat ik dat zie, maar ik help ze daarbij. Dit gebeurt echt. Ja. En dat is denk ik wel interessant. Ja. Enige wat je als advocaat van de duivel. Ja. Door op deze manier landen, energiebedrijven van overschotten af te helpen, haal je een stimulans weg voor die landen, die bedrijven, om daar iets anders mee te doen. Kun je dat nog zeggen? Want als ze heel tevreden zijn met die opbrengst van mining. Ja, nou ja, kijk, als zij het duurder kunnen verkopen aan een andere industrie, dan zullen ze de prijs omhoog gooien. En als het dan te duur wordt voor de miners, dan zullen die gaan vertrekken. Ja. Dus meestal stappen de miners daarin waar er geen andere klant voor de energie is, geen andere afnemer, of dat er gewoon meer verdiend kan worden. Dus op den duur, als de vraag hoger wordt, doordat er andere industrie is of andere activiteiten die behoefte hebben aan energie, dan zou de prijs omhoog gaan en dan wordt het niet meer aantrekkelijk voor de miners. En wat zijn wat jou betreft de vooruitzichten van die waterkracht in Paraguay of dat gasproject in de Amazone dat je net noemde?
zien de autoriteiten wat jij doet als iets tijdelijks? Van laat ze maar minen zolang we geen andere afnemers hebben daarvoor? Ja, dat is een goede. Ik denk dat in Latijns-Amerika is over het algemeen de mentaliteit wat meer tijdelijk. Omdat het, ja... Alles is tijdelijk. Ja, het is financieel, het financiële systeem, maar ook politiek en economisch is het gewoon... veel instabieler dan hier in Nederland. En men leeft wat meer met de dag. Dus die instelling zul je altijd wat meer houden. Dat men kijkt van, oké, wat kunnen we nu doen? En dat ze daarop inspringen. Dat zie je ook bij ondernemers daar. Veel mensen staan open voor mijnen. Veel Latijns-Amerikaanse mensen staan open voor mijnen... omdat ze gewoon gewend zijn om wat meer risico te nemen... En dat de kans bestaat dat ze hun geld verliezen. Het leven is toch onzeker. Ja, het leven is onzeker. Dus waar je kan, daar grijp je kans. Ja. Ja. Wat er dan gemined wordt... Jij ziet nogal wat miners voorbij komen, daar neem ik aan. Houdt iedereen zijn coins vast? Of verkopen ze hem juist? Hoe zijn de omstandigheden? Wat hebben ze voor motieven om hun coins juist wel of juist niet te verkopen? Nou ja, ik denk dat de meeste miners zijn long bitcoin. Dus die geloven in het toename van de waarde van bitcoin. En eigenlijk zou alle, denk bij de meeste miners wel hun geld of hun bitcoin willen vasthouden. Maar ja, dat is niet altijd mogelijk. Je hebt ook hoge operatiekosten die je moet dekken. Als jouw mining business geen andere inkomensstromen heeft... dan zul je bitcoin moeten verkopen om die operatiekosten te dekken. En daarom vind ik het ook een interessant model... om zowel hosting als self-mining te doen. Want dan creëer je een inkomen waarmee je je operatiekosten kunt dekken... en dus je bitcoin kan vasthouden, anticiperend op een prijsstijging. Ja, ja. Eens even kijken, de bear market, is die nog van invloed op jou? Want ja, mining is minder rendabel geworden. Zeker, Wordt het daarmee ook echt moeilijker? Of is de energie daar zo goedkoop dat je daar helemaal geen last van hebt? Nou ja, de bear market heeft iedereen geraakt. Iets waarin we winstgevendheid rekenen is hash price. Het wordt eigenlijk beïnvloed door de bitcoinprijs en door de difficulty. Wordt gerekend in cents per terahash per dag wat je kunt maken. Dat is wel enorm gekelderd. Dus eerder was het 40, in de top van de bull market was het 40 cent per terahash per dag. En dat is nu zo rond de 7. Het is zelfs tot 5 gegaan. Dus de marges worden een stuk lager. In Paraguay is de energie dusdanig goedkoop dat... dat de meeste machines gewoon nog winstgevend zijn. Maar het voordeel is dan weer van een bear market... dat de mining machines stukken goedkoper zijn. Dus die kun je voor een 10% van wat het was... op de top van de boel nu krijgen. Ja, dus het instappen is eigenlijk nu het beste. Je moet eigenlijk anticyclisch gewoon nu flink mining machines inslaan. Je initiële kosten zijn een stuk lager. En eigenlijk zijn de miningmachines de grootste uitgaven van je operatie. Dat kost vaak meer dan het uitbouwen van een faciliteit zelf. Ja. En zie je nog belangrijke verschillen qua mining met de vorige bear market, die van 4 jaar geleden? Ja, er is wel een verschil. En dat is dat de vorige bear market veel miners offline gingen toen het niet meer rendabel was. En nu met de grotere bedrijven zie je, vooral in Amerika, die gaan failliet of die kunnen het niet meer betalen. En die vragen een Chapter 11 bankruptcy aan. En dat is eigenlijk een financiële herstructurering. En wat je dus ziet is dat de miners niet offline gaan, maar die faciliteiten blijven gewoon draaien en die wisselen van hand, zeg maar. Die worden verkocht terwijl ze draaien. Oh, dus de Chapter 11 die we gezien hebben. Want welke waren het ook weer? Een paar grote. Ja. Weet je dat niet uit je hoofd? Hè? Nee, jij ook niet. Nee. Compute North was een grote die veel hostte ook voor Marathon bijvoorbeeld. Core Scientific. Ik word mee ingefluisterd. Dankjewel, Daniel. Ja. Ja. Die draaiden allemaal. Dat is niet stil komen te liggen. De grootste dip in hash rate tijdens de bear market had eigenlijk meer met de weersomstandigheden te maken in Texas. Er was een hittegolf waardoor veel miners offline moesten. En, uh, oh ja.
Hetzelfde gebeurde onlangs in de winter. Was er ook een aantal dagen waarbij... Curtailing heet het, geloof ik. Ja, curtailing. Dus dan gaan de operaties in low power mode of no power mode. Dus ze schalen het af of ze zetten het uit. En daarmee geven ze het, tussen aanhalingsteken, geven ze het elektriciteit terug aan het net. En dat doen ze op het moment dat er hoge vraag is. En er is hoge vraag wanneer er extreme weersomstandigheden zijn. Want dan is de vraag naar... airconditionings of warme verwarming hoog. Is hoger, ja. Maar dat is wel interessant, want we hebben natuurlijk wel... bij de faillissementen die we langs zagen komen vorig jaar... wel eens gezegd van nou, zou die apparatuur dan nu op de markt komen? Ja. Maar dat is dus niet het geval, die is gewoon blijven doordraaien. En die apparatuur komt wel op de markt, maar wordt verkocht als complete faciliteit. Het is draaiend en wel verkocht. Ja, precies. Wat je wel zag is dat eind 2021 op de top van de bull market... werd heel veel geïnvesteerd in de mining industrie. Konden de producenten, de manufacturers van de ASICs het niet meer aan, werden de future orders verkocht. Dus men kocht al machines die dan 3 maanden of 6 maanden later op de markt zouden komen. Ondertussen gingen dan bedrijven failliet of hadden geld nodig om hun kosten te betalen. En kwamen die machines binnen. Er is een hele levendige markt van machines die in dozen zitten, nieuw zijn, maar van handen wisselen en... het vinden van rackspace, het plekje waar ze kunnen minen, is veelal de uitdaging. Zo, wel interessant. Het is wel even een grappige anekdote tussendoor. Vorig jaar ging mijn oudste zoon naar de middelbare school, of eigenlijk afgelopen september. Ja. Dus toen hij 12 werd in februari naar de fietsenmaker gegaan. We hebben een fiets nodig, want hij moet 10 kilometer heen en terug fietsen. Okay. Dus een fiets daarheen en zei van ja, je moet wel nu wat gaan regelen, want fietsen zijn zo schaars dat levertijd is tussen de 9 en de 12 maanden. Ja. Voor gewoon een schoolfiets. Dus wat zij hadden gedaan, onze fietsenmakers, vooruitdenkende types, dat is al gedaan tijdens corona, gewoon elke maand een aantal fietsen bestellen. In verschillende frame-maten, verschillende configuraties. Dus ze hebben altijd een x-aantal fietsen op verschillende plekken in de wachtrij, pijplijn, distributie, logistieke keten. Ja, dan is je aanbod wel beperkt. Dus aanbod is beperkt, maar ze weten wel, nou, in april krijgen we die, in mei krijgen we die, in juni krijgen we die. En de grap was, degene die Daan, mijn oudste zoon, wilde, die was er niet. Dus zeiden ze, nou, we hebben als fietsenwinkels in Nederland een systeem gebouwd, waarbij je dus bestelde fietsen kunt uitwisselen met elkaar. Oh. Daar doet me een beetje aan denken. Dus ik denk wel dat er één groot verschil is. En dat is dat toen die future orders werden gedaan, waren de prijzen van die ASICs, van die machines, nog heel hoog. Dus tussen de 8 en 10.000 dollar. En 6 maanden later was het een stuk minder. En er waren veel bedrijven die hadden leningen genomen om die machines te kopen, waarbij de machines onderpand waren. En op het moment dat ze die leningen niet meer konden betalen, gingen die miners terug naar de lenders. En zo zijn een aantal lenders ook miners geworden zonder dat ze dat eigenlijk ambieerden. Dus wel een groot verschil, ja. Ja. Wel inderdaad, interessant. Miner tegen wil en dank. Ja, interessant om wat over die dynamiek te leren van hoe dat werkt, die machines en de prijsverloop. Dat er zoveel verschil tussen zit. Ja. Het is echt een eigen industrie, hè? Leuk, interessant. Ja. Er komt een nieuwe halving in april of mei 2024. Ja, het komt alweer dichterbij. Sommige mensen kijken daar naar uit, want dan verwachten ze dat daar een nieuwe boelmarkt mee begint. Miners waarschijnlijk niet, hè? Want de halvering van de reward is dan aanstaande. Ja, dus je ziet er wel echt een grote impact. En ik verwacht ook dat dat een periode wordt dat we weer gaan zien dat een aantal bedrijven failliet gaan. Want je moet je er eigenlijk nu al op voorbereiden, of je had al eerder moeten voorbereiden op die halving. Hoe moet je je daarop voorbereiden? Voldoende liquiditeit opbouwen, machines kopen die efficiënt genoeg zijn om zo'n schok in je marge te kunnen handelen. Ja. Of energie hebben die goedkoop genoeg is. Zeker. Je ziet nu de hash rate ook best wel groeien. En dat heeft ook wel met die halving te maken. Men voelt al een beetje de druk van, we hebben nog maar een jaar. Het is nog een jaar en een maand, geloof ik, nog een korte periode om te minen voor deze rewards. Dus de meesten geven wel gas om hun machines online te krijgen. En het gevoel in de industrie is toch wel een beetje dat de bottom is in. We gaan misschien sideways, maar het ergste is achter de rug. Ja, maar toch, wat je schetst is een beetje de tragedy of the commons. Hè? Omdat iedereen denkt, er komt een moeilijke periode aan, ik moet me daarop voorbereiden. Zetten we nu alle koeien in de wei. Ja, precies. Ja, pak iedereen zoveel mogelijk hash rate en wordt het voor iedereen moeilijker. Ja. Ja, het is eigenlijk...
mining is een hele gekke business. Want je wil eigenlijk dat, Bitcoin door het dak gaat, maar eigenlijk ook weer niet. Want dan wordt het te winstgevend voor iedereen. Komen te veel computers online. En dan, gaat je eigen opbrengst weer. Dus het is best wel aparte. Ja. Nou ja, goed, het zijn de feedbackmechanismen. Ik ga niet Satoshi dingen in de mond leggen hoor. Maar die wel zo bedoeld zijn. Hè, dat daar wordt het stabiel van. Ja. Ja, het is een heel mooi systeem wat dat betreft. Dat weer wel. Maar goed, als miner heb je er maar mee te dealen. Maar goed, als je zegt van de blok subsidie halveert. Dat betekent dat de hash price, waar je het net over halveert. Ja. Maar dat als de koers van Bitcoin verdubbelt, dan heft dat natuurlijk die halvering op. En dat is de vorige keer heel goed afgelopen. Ja, maar wel met een delay. Dus de vorige keer duurde het zo 7 maanden na de halving dat de Bitcoin-prijs ging stijgen. Dus ik verwacht nu ook een zwaardere periode, zeg maar, of een periode van low margins. Ja. Ja. Uiteraard. Goed, nou ja, dat moeten we dan zien. Zie jij een tijd tegemoet dat de miners het kunnen doen met fees? Dus zonder die block reward? Ja, dat zie ik nog wel eventjes duren, dat wel. Ja, daar gaat uiteindelijk denk ik wel heen. Maar als je nu ziet, rondom de ordinals heb je een beetje een spike in de transactiefees. De Bitcoin-NFT's, om het maar zo te zeggen. We hebben het een tijdje geleden daarover gehad. Ja, dus er is een hogere vraag naar block space, zeg maar. Ja. Waardoor, jij verwacht daar wel wat van, want Peter Slachter in ieder geval, die was daar behoorlijk sceptisch over. Nou ja, wat we zagen is dat het aandeel van de transaction fees in de totale block reward, die steeg toen van ongeveer 1% naar 6% of 7%. En dat als je keek naar hoe de block size toenam, viel de transactie fee ten opzichte van de reward viel nog wat tegen. Zeg maar. Ja, want je gaat namelijk voor, als je een plaatje van 4 MB in zo'n blok zet, dan ga je niet een ton voor betalen. Nee. Dus er zit een soort van bovengrens aan wat die ordinals of die inscriptions uiteindelijk echt kunnen bijdragen. Dus je zult eigenlijk, om echt meer fees te hebben, hoogwaardiger transacties in die blokken willen hebben, die dus heel veel economische activiteit vertegenwoordigen, waardoor het helemaal prima is om daar veel voor te betalen. Ja, je ziet de spike in de transactiefees vaak rond de top van de bull en de bottom of the bear. Dus dan zijn er veel transacties. Maar dat is toch een beetje noodgedwongen. Dat is mensen willen niet heel graag heel veel betalen, maar het kan niet anders. En dus het liefste zou je natuurlijk willen dat er. Ja, dus eigenlijk is dat de meme van het hoddelen. Dat is eigenlijk iets waar we vanaf moeten. We moeten het uitgeven en niet te hoddelen. Ja, dat is vast waar. Maar jij noemt als eerste meteen die ordinals. Moeten we daar ook inderdaad van hebben? Is dat waar jouw hoop op gevestigd is? Oh nee, dat is niet mijn hoop op gevestigd. Okay. Nee, ik denk ja. Ik zag het nu spiken en het komt weer een beetje terug, de hoeveelheid. Ordinals, maar het is niet iets waar we op moeten hopen, denk ik. Daar ga ik niet mijn een mining business voor opzetten, zou ik zo zeggen. Nee. Maar als we nu even kijken naar pak een beet 4 jaar na nu, waar verwacht jij dan dat je staat daar in Latijns-Amerika? Ikzelf? Met je business. Nou, met de miners die jij al dan niet hebt geholpen om daar. Ja, dan hoop ik toch wel een aantal faciliteiten daar. Hebben te staan of waar ik bij betrokken ben geweest om dat op te zetten. En in welke landen allemaal? Ik denk voornamelijk in Paraguay. Dat is wel waar mijn focus nu ligt. Maar ik zou het ook wel mooi vinden als er wat meer opgezet kan worden in Chili, waar dus veel van die renewables zijn en dat je zo'n business case kan laten zien dat het werkt met wind- en zonne-energie. Waar er een overproductie is en het, men het niet kwijt kan in het netwerk. Daarnaast hoop ik ook niet alleen mijn bedrijf op te zetten, maar ook wat meer focus te leggen op het coachen en trainen van andere mensen. Het geven van workshops, dat soort dingen vind ik ook leuk om te doen. Ja, oké. Okay. Bert, nog vragen? Nee hoor, vond het leuk. Oh, helemaal uitgevraagd. Goed zo. Dankjewel, Nico Smit. Ja, leuk. Dank jullie wel. Digital Mining Solutions. En veel succes met je activiteiten in Latijns-Amerika. Dankjewel. Dankjewel, Bert Slachter. Mijn co-host vandaag van Bitcoin Alpha. Volgende week dan gaan we hier in gesprek met advocaat Willem-Jan Smits over DAOs. Decentralized Autonomous Organizations. Mijn co-host is dan Jacob Boersma. Vergeet je deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Bedankt voor het beluisteren van deze CryptoCast. En heel graag tot volgende week.